We zijn in Maastricht en gaan een speciale wandeling maken. Centraal staan de Ensie, de Sint-Pietersberg, de Oehoe-vallei en miljoenen jaren geschiedenis. Achter mij het Ensiebos. De heuvel, dat is een kunstmatige heuvel. Dat was namelijk de voormalige stortplaats van de Ensie. Hier werd zand en grind uit de groeven gestort. En later is dat afgedekt en hebben ze er een bos geplant. Een machtig, mooi loofbos. De Ensie, de eerste Nederlandse cementindustrie, opgericht in 1924. In 1926 kreeg het bedrijf een exploitatievergunning om hier de Sint-Pietersberg af te graven en mergel te winnen. En die exploitatievergunning die duurde tot 2018 en sinds die tijd wordt hij niet meer afgegraven. De Sint-Pietersberg is een ongeveer 100 meter hoge helling in het zuidelijkste puntje van Nederland. De kalksteenhelling en het microklimaat hier zorgen ervoor dat het een uniek paradijsje is voor vlinders, voor vleermuizen en zelfs voor de oehoe. Het nog net in Nederland gelegen kasteel Nerkan is een 17e eeuws barok kasteel. Het ligt aan het riviertje de Jeker en het ligt naast Cannes en dat is een Belgisch-Limburgs grensplaatje. En in dat kasteel Nerkan logeerde in oktober 1717 tsaar Peter de Grote van Rusland. En tegenwoordig is het een restaurant. In dit gebied liggen diverse oude groeven, zoals de Duivelsgrot. En je hebt hier dit mooie droogdal, het Poppelmondendal. We zijn hier bij de Oehoe-vallei en in die Oehoe-vallei is een beschermd gebied waar de oehoe vrij kan nestelen. En er is minstens één paar in dit gebied. We zijn hier bij het uitzichtplatform. We hebben hier een prachtig panorama over die 125 hectare grote groeven. Je kijkt je 40 meter naar beneden. ...215 treden voeren ons langs miljoenen jaren van geologische geschiedenis tot op de bodem van de groeven.